Misschien voor Hammond. Hammond gaat naar de basket. En Hammond met de drive opent de score in het voordeel van Leiden. Leiden in de counterattack. Magdevski. Oeh, gevaarlijke switch met Pervers. Collins mist, heeft wel zijn eigen rebound. De bal gaat naar Rutherford. En die gaat gewoon door waar hij afgelopen dinsdag mee bezig was. En Rutherford weer inside. Maar we hadden allemaal wel verwacht. Het zal puntje worden. Het zal puntje blijven. Down to the wire. Hier Ventskoes. Linker hoekschotje. Donar kan weer helemaal aansluiten. Met Taylor. Die de emotionele leider is op een aantal momenten van Donar. Dat zie je onder andere ook in time-outs. Van de Elzen die 12 punten had in wedstrijd 2. Hier verrassend. En dat was mooi meegenomen van Leiden. Hij schoot geen fantastisch percentage. Maar goede tip in van Ventskoes. We moeten er iets minder voor werken. En dit is al een open schot. Hij neemt hem niet. Ventskoes, ik weet niet waarom niet. Hij gaat het inside proberen. Dan van de Elzen. Verre bal. Je er veel feller bovenop zitten. Ja. Tijd dat er een goede paas, goede fake. En tegen zijn broer scoort Roland Schattenaar. Opzicht te zijn. Hammond mist wederom schoten. Hier in de post is het Ventskoes. Nee, was het in wedstrijd 2 dat hij die dunk miste, toch Martin? Wedstrijd 2. Zit ze door elkaar te halen. Mooie spinmove van Ventskoes. Moet dan weer even een dribbeltje maken. Staat opeens een verdediger voor. Geeft dan wel schaffen naar mee. Kijk. Bouw krijgt dan voor 3. Het is een flink gevecht van de kilo's daar tussen Olusemeka. Kijk ook nu maar naar Rutherford. Die hem het liefst natuurlijk in de paint krijgt. Nu met moeite naar buiten dankzij Madeski. Hier Bouwknecht helemaal open. Goed. Ja. Oh, daar zit Hammond nu tussen. Over presteren gesproken. Deed hij ook in wedstrijd 1 zo'n soort steal. Toen paste hij hem af. We gaan natuurlijk een lange avond spelen om de tijd uit te melken. En... nou, dan misschien een open 3-punten. Maar daar is het heel druk. Nou, dan komt hij toch nog op het einde van de van Elzen die te laat schiet. Denk ik. Gaat gereviewd worden. Schiet hem heel knap raap. Brandwijk, zijn serie is het ook nog niet bepaald. Hier een turnover. Ja, Collins. Oh, kreeg 2 man de lucht in. Ja, dit kan ook. Dat ze juist wat meer terugvallen als er actie is bij Madeski. Oh, via het bord. Hammond. Oh, vlam in de pan. DJ is helemaal erbij. Publiek ook. Van Els is erin gekomen. Hier Hammond. Kan hij driven? Jazeker. Oeh, 360 assist en een steal van Leiden. Nee, toch niet. En een fout van Verme Sommers op de basket. Maar in ieder geval wel de bal bij Van Bree gekomen. Ik had wat meer snelheid willen zien daar. En dan is het beuken. Wel goed gedaan. Goed positie op Van Bree. Hij maakt hem. Een goede bal. Ja, nu zitten we weer op die 5 puntjes, Martin. Hij moet ook een angle hebben om bij die basket te komen. En nu meteen al 2 man. Goeie paas wel. Dit gaat niks opleveren, Martin. Ja, noem het maar niks. Door. Leiden heeft in ieder geval de bal. Maar ze weten het niet. Nou, Hammond misschien. Nou. Ah, je kan het niet zeggen dat de Wings nou heel erg veel oorlog staan te maken en aanspeelbaar zijn. Dat is ook weer zo. Ventskoes in de post tegen Galifas. Ja, mooi gedaan nog. Ventskoes en zo is het 5 punten. Ondanks dat Galifas ertussen zat. Dan naar het midden. Goede paas. Lastig, maar valt die goed. 4 punten. 2 possession game. Alle tijd nog. Komt straks vanzelf. Ja, gaan we zitten op de bank. Hier Hammond. Oeh, snelle 3 op zich. Ja, one possession game.